FC Utrecht overklast FC Groningen. Spakenburg verslaat de koploper. En Dalto moet blij zijn met een punt. Dames en heren, een welgemeend goedenavond bij namen en rugnummers. Vandaag de trainer van IJsselmeervogels, de gast, omdat het niet zo goed gaat met de vogels en wij eigenlijk je veel beter hadden gegund. Sander, hoe is het om trainer te zijn bij misschien wel de grootste amateurclub van Nederland? Nou, dat is hartstikke leuk. Ja? Alleen, elke trainer wil uiteindelijk wel een paar puntjes meer hebben, zo is het ook. Maar het werken daar is, dat is echt... Vind ik heel mooi om te doen. Ja, hij was assistent bij Cambuur. Hij was een begenadigd voetballer. Sterker nog, zelfs Gert Kruijs heeft hem nog een aantal kneepjes van het vak bijgebracht. Hoe was hij als speler? Nou, hij zei het net al. Ik was ooit trainer bij Cambuur. En Sander brak toen door. En heeft een enorme goede periode samen ook met mij doorgemaakt bij Cambuur Leeuwarden. Was het een beetje een aardige trainer? Ja, was leuk. Ja, leuk. Ja, het was echt... Het zegt genoeg dat Gert Kruijs de langzittende trainer bij Cambuur is. Ja? Nou ja, dat hij genoeg, verdiende zo weinig dat ze hem maar steeds hebben laten zitten. Nee, toch? Dat denk ik niet. Toen leefde Riestra nog dus. Je bent niet te beledigen. Vandaag niet. Nee, dat was echt een hartstikke goede periode. Okay, helaas met uiteindelijk een degradatie. Maar dat is ook... Ja, ik denk dat wel realistisch is gezien de club en de begrotingen. En je ziet nou ook weer dat na een aantal jaren dat Cambuur het ook weer moeilijk heeft... Maar dat is ook wel ergens logisch, denk ik. Ja, we gaan het even hebben over FC Utrecht. Want FC Utrecht verbaast vriend en vijand. Behoudens een klein dipje in de wedstrijd tegen FC Groningen. Wat leidde tot de gelijkmaker van de Noor Surgold. Ja, daarna werd de nog ongeslagen thuisclub in de Euroborg alle kanten opgespeeld. Eindstand 1-4. Het is niet alleen een feest om naar FC Utrecht te kijken. Het is inmiddels ook een feest om voor Utrecht te spelen. Luister maar. Ik denk dat wij dit seizoen nog niet veel wedstrijden hebben gehad dat we zeg maar met zo'n uitslag het veld aflopen en het laatste half uur rustig rond kunnen spelen. Ja, nu krijgen we dan ook nog een rode kaart, dus kan het eigenlijk nog steeds niet. Maar ik denk dat we wel veel plezier uitstraalden en ik persoonlijk heb er echt van genoten. Nee, we gaan hier natuurlijk met het idee naartoe dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Groningen en Utrecht is denk ik vergelijkbare ploegen. We willen allemaal een beetje voor dezelfde plekken strijden. Dus je verwacht een moeilijke pot. En uiteindelijk denk ik dat we met Vlaag Groningen gewoon overklast hebben. Het is in de Euroborg vooral een groot feest voor de middenvelders Bart Ramselaar en Yassine Ayoub. Ik en Yassine, die kunnen lekker samen tikken. Dus dat is alleen maar genieten, denk ik. En zoals ik al zei, ik heb echt veel plezier vandaag gehad. En dat is het belangrijkste in het voetbal, denk ik. Samen kunnen we gewoon echt team een soort van dragen, weet je, op het middenveld. En eigenlijk bijna elke wedstrijd wordt beslist op het middenveld. Als het middenveld van de ene tegenstander gewoon super sterk is. En dan is meestal de wedstrijd wel bepaald. En weet je welke richting je gaat voetballen. En dat zie je wel met mij en Bart. Het mooie is dat we vooraf in de smink zaten. En toen zei Sander van je moet plezier hebben in je voetbal. Dat hoor je nu aan de lopende man. Ja, maar dat zie je ook aan die kopjes. Als je ze voor de camera ziet staan, dat... En ze hoeven niet eens te lachen, maar dat zie je aan de ogen. Dat straalt het uit. En zo hoort het ook. En wat een kwaliteit, Gert. Ja, we kunnen vaststellen, hè, want Letchert zei terecht... het waren twee ploegen die je kunt vergelijken qua budget, qua potentieel. En dan kun je vaststellen dat de spelers van Utrecht een enorme progressie maken. Jonge jongens ontwikkelen zich stormachtig. Bart Ramselaar was gisteren de man of the match. Was zo verschrikkelijk goed. Ongekend goed, ja. Ayoub was ook weer aan het toveren. Maar ook, laten we dat niet vergeten, in gelegenheid gesteld door bijvoorbeeld Striden. Door bijvoorbeeld Ludwig, de Duitse jongens die gisteren een prima wedstrijd speelden. Ja, en ook jongens als Van der Marel, die heel weinig genoemd wordt, maar ook gisteren eigenlijk foutloos speelde. Kortom, René, Utrecht met dit homogene elftal, met uitschieters als Bart Ramselaar, met Ayoub, maakt een stormachtige ontwikkeling door. Wat zegt het als je een ongeslagen FC Groningen in de Euroborg met 4-1 aan de kant zet? Ja, geeft aan de kracht van Utrecht. Groningen, wat de beste bedoelingen had. Maar eigenlijk, tot een minuut of 10 in de wedstrijd... toen waren ze even gelijkwaardig. Maar FC Utrecht had gisteren 7 goals kunnen maken. En als Alain scherp was geweest... Hè, er kwam nog in de rust een supporter naar ons toe. Ja. Goede speler, die Huller. Ja. Maar als Alain scherp was geweest, dan had hij er ook 2 gemaakt. En had Utrecht gewoon 6 goals daar gemaakt. Denk je dat hij weggaat? Dat blijven we nog steeds zeggen. Ja. Ja, nou weet ik het niet meer. Nou durf ik het niet meer te zeggen. Wat denk jij, Sander? Dat de Allaire weggaat in Nederland? Nou, uiteindelijk wel.
Ja? Uiteindelijk wel een keer. Ja. Er is maar één man die daar antwoord op weet. Maar het is ook een Fransman die wat arrogant is en vervolgens alles langs zich heen laat glijden. En zo af en toe nog wel een uitspraakje doet. Dit was Allaire gisteren in de Euroborg. No, the most important for me and to keep going to take pleasure and and my development. So if I have to go the next summer or I don't know next summer. I'm good here, so I'm done hurry to go from here. Hij heeft geen haast. Nee, maar het had wel invloed op hem. Ja, de trip naar Engeland. Maar jongens, 20 jaar, Gert. 21 jaar. Je kon het wel merken aan hem. Maar goed, dan doet hij toch, dan levert hij toch zijn arbeid. En dan gaat hij toch bij zo'n laatste goal ook weer weg met een assist. Dus het is wel een jongen die heel goed qua karakter in elkaar zit. Hij is uit Engeland, uit Norwich, teruggekomen. Hij heeft gesproken met Van Seumeren, met Van Schaik, met Ten Hag en met zijn zaakwaarnemer. Daarin schijnt Van Seumeren gezegd te hebben, jongen, jij hoeft niet weg. Wij willen geld hebben voor je, maar jij hoeft op dit moment niet weg. Betekent dat dat we nu een Allaire zien, waar we van zien dat de druk er een beetje af lijkt. En dat hij zei, ik heb plezier en ik wil graag blijven. Tot de zomer. Ik denk dat het tot met de deadline, tot met de 31ste, gewoon loeispannend blijft. Want, want je weet het zelf, als die carousel gaat draaien, dan begint het op te lijken. Tot op het laatste moment wordt het gewoon spannend. Dus van rust, de komende dagen is geen enkele sprake. Maar wie heeft het laatste woord? Uiteindelijk Allaire, want Utrecht was volgens mij er al uit met Norwich. Want anders gaat hij niet naar Engeland. Utrecht weet wat ze willen hebben. En het balletje ligt bij Allaire en zijn zaakwaarnemer. En wij gaan dat op de voet volgen. Zometeen gaan we kijken naar IJsselmeervogels tegen RVVA. We praten uitgebreid met de trainer Sander van der Heijden. Nu eerst andere hoogte- en dieptepunten van het weekend. Dalto speelde ooit om het kampioenschap, maar dat is allemaal in een grijs verleden, want de drie Bergenaren moeten zich eerst maar eens zien veilig te spelen. Via Gilbert Punt komt Dalto in ieder geval thuis op voorsprong tegen Fortuna, een directe concurrent in de strijd tegen degradatie. Dalto deelt de lakens uit tot zo'n 10 minuten voor tijd. Tim Heemskerk scoort voor Fortuna en dan is het 20-23 voor de bezoekers. Fortuna heeft in slechts een paar minuten de regie compleet overgenomen. Hoeveel veerkracht heeft Dalto? Nou, wel wat. Maarten Groot-Hulsen brengt het verschil terug naar 2. En Dalto pakt door. Dit is Weng, een van de speelsters uit Taipei. En dan is het verschil nog maar een punt. Natuurlijk had Dalto gewoon moeten winnen. Maar nu moeten de Driebergers gewoon blij zijn met wat ze kunnen pakken. Op jacht naar de gelijkmaker. En het krijgt hulp van scheidsrechter Kuijer die een strafworp ziet. René Sietsma faalt niet. Uiteindelijk wordt het 24-24, maar wat heeft Dalto het eigenlijk laten liggen? Het was wel even spannend op het laatst. Ik zou er ook echt van balen als we hem echt weg hadden gegeven. Maar daarom ben ik nu des te meer blij dat we toch uiteindelijk een punt hebben. Vooraf een ongelijke strijd tussen koploper Sneek in het wit en de thuisploeg het Houtense Taurus. En dus is de verrassing groot als Taurus de eerste set wint. Het punt is van Lisa Kersten en 25-17. Dat kun je ook niet eens tegen de verhoudingen innoemen. In de tweede set stelt Sneek orde op zaken en in de derde set krijgt Taurus alle hoeken van het veld te zien. Het weet slechts 13 punten te scoren. Deze bal van Anna Rekar gaat uit en Sneek komt op 2-1. Dan diep in de vierde set. Het is 29-28, matchpoint, maar Taurus weigert neer te gaan. Natuurlijk is Sneek, ondanks dat het twee speelsters mist, veel beter. Maar het moet echt werken in Houten tegen de nummer 8 van de Eredivisie. Deze bal is uit, Sneek wint, maar wat maakt Taurus het de koploper moeilijk? We zijn nog nooit zo dichtbij geweest, dus dan vind ik dat de knop snel om moet en gewoon trots moet zijn op wat we wel hebben gedaan. De strijd om plaats 4 in de Eerste Divisie. Fortissimo in het groen in Koten tegen VZV. En de thuisploeg begint dramatisch aan de wedstrijd. Via Lotte Prak loopt VZV al snel uit naar een 5-0 voorsprong. En dan is het eigenlijk al te laat voor Fortissimo. VZV kan achteroverleunen en op de break spelen. En dat voert het uit tot imperfectie. Kim Jimming scoort. Maar wat een paas ook van de keepster van VZV. Crisisberaad bij Kees Boomhouwer, die met Fortissimo de tweede periode wist te winnen en dus al zeker is van de play-offs. Maar in deze vorm heeft het daar natuurlijk weinig te zoeken. Fortissimo komt beter in de wedstrijd via Roos Steur, maar het kwaad is natuurlijk al lang geschied. Het laatste woord is aan Selina Bruin. Fortissimo verliest met 30-19 en dat doet pijn. Het begint bij heel hard werken met elkaar
En ja, dat zeg ik, ze waren denk ik onder de indruk van de tegenstander, maar ze stonden er niet. En VZV duidelijk wel, compliment ook aan VZV, want ja, die overrompelde ons helemaal. Het is tijd voor de topklasse, zometeen het duel van Sander van der Heijden. Hij is om invallers tegen RVVA. Verder GVVV zijn we natuurlijk geweest tegen HSC Hardenberg. Maghreb werd op de zondag afgelast, anders had u dat ook gezien. Maar we beginnen met de topper, Kozakken Boys tegen Spakenburg. De cijfers die Spakenburg voorafgaand aan de topper kan overleggen zijn niet positief. 4 uitwedstrijden op rij werd er niet gewonnen. En bij Kozakken Boys werd nog nooit gewonnen in de topklasse. Maar Spakenburg begint goed. Danny van der Meijrakker kopt net over. De hoekschop dan van Kees Tol. Opnieuw ingebracht, weggewerkt. Nathan Bijl breed op Tol. Het doorkoppen van Amers Guillou, de lat en Sanders met de 0-1. Een vroege en terechte voorsprong voor Spakenburg door centrumverdediger Tim Sanders. Het is ook de ruststand. Stroker op aanvoerder Lanting. Nick Tol en wat een weergaloos doelpunt van de Volendammer. 2-0 voor Spakenburg, vlak na rust. Goeie loopactie van Tol, goede paas van Lanting. Aanvoerder vanwege de schorsing van Vorstemans. Maar wat Tol doet, is weergaloos. En betekent de 0-2 op de zwaaier. En dus moet Kozakken Boys in de achtervolging. Stout met de voorzet, schudt met de kopbal. Maar de Utrechter heeft pech. Het blijft 2-0 voor Spakenburg. Dat hier met 10 man komt te staan, Lukoki. Hij stond op het wedstrijdformulier deze keer. Gaat over het been van Sanders, die had al geel. En scheidsrechter Karremans kan niet anders dan de doelpuntenmaker van Spakenburg wegsturen. Dat kan een keerpunt zijn in de wedstrijd. Kozakken Boys komt ook. Oost-Indië zit mis. Arif Iriel Masbilek stuit op doelman Barry Dietewig van Spakenburg. Belangrijke rol voor hem. Adi Draganovic dan. Houdt hem binnen. En gaat op avontuur. Draganovic, de rechter verdediger, mag heel ver komen en beslist de wedstrijd. Spakenburg wint met 3-0. Het doet hele goede zaken in de strijd om het kampioenschap in de topklasse. GVVV wil nog altijd door naar de tweede divisie, maar moet dan wel wat plaatsjes stijgen. Dit is de 1-0 in de wedstrijd tegen HHC Hardenberg. Het is uiteindelijk Pilon die doelman Danes weet te passeren. Na rust de bal van Hofman op Van Eck. Dan weer Pilon met zijn tweede van de middag. En de vreugde is groot op Sportpark Panhuis. 2-0 voor de thuisploeg. Wat kan HHC Hardenberg? De buitenspelval gaat niet helemaal open. En dan is het Johan Jansen die verslagen wordt door Jan Hooiveld. HHC Hardenberg doet weer wat terug in de wedstrijd. Maar dan, het is de 64ste minuut. GVVV blijft uitstekend voetballen. Ter Schechert legt terug op Pilon. En dan is het vervolgens Ter Schechert die het dan mag afmaken. Hij met de 3-1. En dan de 68ste minuut. De Leeuw speelt door naar Van Eck. En Van Eck zoekt de verre hoek. Het wordt 4-1 voor GVVV. De Soester Bossen hebben goed gedaan. De nummer 12 tegen de nummer 14. Vroeg in de wedstrijd een vrije schop voor de nummer 14. Agatowski voor RVVH. En iedereen bij IJsselmeervogels zit mis. Het is 1-0 binnen 4 minuten voor RVVH. Maar wat gaat daar dan allemaal mis? Agatowski met de vrije trap. De verdedigers springen. Doelman van Emmerik tast mis en de bal ploft binnen. En dat is een fout van hem. IJsselmeervogels begint onthutsend zwak aan de wedstrijd tegen RVVH. Na 3 nederlagen op rij onder de nieuwe trainer Sander van der Heijden zou je wat gif verwachten. Maar het is RVVH dat hier via Baradas dicht bij de 0-2 is. En hij, Sander van der Heijden, kan onmogelijk tevreden zijn. Makis Odila, bij gebrek aan beter mag hij weer in de aanval en lanceert zichzelf. Ja, want hardlopen kan hij wel, maar met bal is hij toch niet snel genoeg om Eggers eruit te lopen. Dus is de kans voorbij. 0-1 de ruststand. Na rust een donderspeech van Sander van der Heijden en wat meer gif bij de vogels. Hollard. De kans voor Makis Odila, maar dan moet je schieten en niet aaien. En dat laatste doet de aanvallen van IJsselmeervogels. Volgend seizoen is hij overigens geen IJsselmeervogel meer. De Harder. Doet hij het dan? Nee. Ook hij kan het niet. Een makkelijke prooi voor doelman Spelde. En IJsselmeervogels voetbalt behalve tegen RVVH, tegen de klok en tegen zichzelf. En Gudde kan er hier 2-0 van maken. En dat doet Van Emmerik dan heel goed. Hij houdt IJsselmeervogels in de wedstrijd.
Van der Laar gaat er hard in, heeft de bal. Maar is hem ook weer kwijt aan Kooijman. Bal over de zijlijn. Tony Tol heeft haast, geeft trainer Franke een zetje. En trainer Franke geeft dan Tony Tol een tikje tegen het hoofd. Dat moet hij niet doen. Hij zegt sorry. Maar scheidsrechter Van den Eyck kan maar één ding doen en stuurt Giovanni Franke naar de tribune met rood. Het blijft wel 11 tegen 11. Baradas voor de 0-2. Nee, dat blijft IJsselmeervogels bespaard. Het blijft 0-1. Maar IJsselmeervogels moet de tweede divisie vergeten en zich richten op handhaving in de topklasse. Ja, want zo erg is het gesteld op dit moment, Sander. Voel je dat ook zo? Topklasse, erin blijven is belangrijker op dit moment dan de tweede divisie halen? Ja, kijk, we moeten gewoon realistisch zijn als je kijkt waar we nu staan. Ja, dan kan je wel nu gaan kijken naar de eerste 7. Maar laten we eerst gewoon eens naar komende zaterdag kijken. Ja. En hoe we die wedstrijd gaan winnen. En ja, je moet nou per wedstrijd gaan bekijken. En nou niet een einddoelstelling nou in één keer zo van we moeten nou eerste 7 halen. Want ja, in die fase zitten we op dit moment niet. En tuurlijk zou dat een fantastisch mooi doel zijn als we het halen. Ja, dan... Dus het goud, top. Ja, zo is het. Alleen, ja, we staan niet voor niks nou op deze positie. Dus dan moet je ook realistisch zijn en gewoon per wedstrijd nu gaan bekijken. Ik heb stiekem op de tribune gezeten om de wedstrijd te bekijken. En wat mij opviel is, kijk mee naar een aantal beelden waar je van schrikt als het gaat om het zelfvertrouwen van spelers. En dan ben ik benieuwd naar jullie. Als je zegt, Gert, hoe leer je dat die jongens gewoon zelfvertrouwen moeten hebben als geen paas aankomt? Nou ja, wat natuurlijk bij IJsselmeervogels is, jij zei dat terecht, een van de grootste en beste clubs in de amateurwereld. Gewoon echt een topclub. Is er altijd druk. En ik heb de indruk, ik volg het natuurlijk van afstand, ik heb de indruk dat een aantal spelers daar toch wel heel veel last van hebben. En dat wordt hier ook heel duidelijk, want de meest vreemde ballen zie je gespeeld door spelers. Hè. Ballen die heel simpel lijken, die worden gewoon uitgetrapt. En ik denk dat het voor een groot gedeelte te maken met die grote druk die er altijd heerst. Dus het is denk ik heel belangrijk voor Sander voor de komende tijd dat hij zoveel mogelijk probeert om die druk weg te nemen. En dat lijkt heel simpel, maar het is heel moeilijk. Maar dat is de enige manier. Ik kan alleen maar putten uit mijn ervaringen toen. Ik had een geweldige groep om me heen. Ik had een fantastische leider. Was er toen meer kwaliteit als je nu ziet? Nou, ik heb ook een aantal jongens die ik nu zie lopen. Ja. Dus die hebben ook bewezen, want toen stonden we bovenaan in de topklasse. Die hebben bewezen dat ze toen konden. En ik heb ook met Sander net gesproken. In de derby was iedereen ook ongelooflijk gebrand om te winnen. Dus dat zijn een aantal zaken die de trainer kan aanvoeren. Van jongens, klopt. Instelling moet altijd goed zijn. Druk is er altijd bij IJsselmeervogels. Maar ja, daar kies je voor. Hè? En daar halen ze ook spelers voor. En ik denk dat het voor een trainer als Sander, een jonge talentvolle trainer, belangrijk is dat hij gecoacht ook feedback krijgt van mensen in de leiding. Ik had toen het grote voordeel, Henk de Graaf, Rut van de groep, Peter Frans. Daar kon ik lekker mee overleggen. En ik vraag me af met wie Sander dat nu kan. Voel je alleen? Nou, als het slecht gaat. Ja, dan ben je alleen, ja. Ja, nee, maar zo werkt het. Ja. En kijk, ik kom natuurlijk wel ergens anders vandaan. Dus ik voordat ik hier kwam, ken ik niemand. Nee. Dus je bent wel om je heen aan het kijken en proeven. En kijken van, met wie kan je over dingen praten? Wat Gert Kruijs ook zegt. Ik wil steeds trainer zeggen. Ja, dat mag. Nee, maar weet je, ik ben benieuwd. Die spelers, merk jij, want jij hebt natuurlijk, je bent gepokt en gemazeld. Merk je dat daar een bepaalde druk is als ze de Westmaat op komen lopen? Waar je van denkt en je afvraagt, hoe is dit mogelijk, jongens? Ja, kijk, het verschil met de laatste 2 weken, wat we na de winterstop zijn begonnen. En als je dat verschil ziet van 2 weken trainen, 2 oefenwedstrijden en dan de wedstrijd van zaterdag. Ja, dat is dag en nacht. En dat is, je kan best een keer iets minder zijn of iets beter dan een vorige wedstrijd. Ja. Maar zo'n verschil met 2 weken lang, dat is voor mij onbegrijpelijk. En misschien heeft het daarmee te maken. En misschien moeten we die drukken wel wat afhalen bij jongens. Maar goed, het begint allemaal, en dat miste ik zaterdag eerste helft. Kijk, je kan heus wel eens een keer gespannen zijn of bang zijn dat je een bal misschien een keer niet durft in te spelen. Dat vind ik nog steeds onbegrijpelijk. Maar ja, dat zitten wij dan te kijken. Ja. Maar het begint er wel mee, van je begint om 3 uur een wedstrijd en dan wil je allemaal een wedstrijd winnen. En als je in een duel komt, dan moet je een duel willen winnen. En dan moet je in je hoofd moet je dat, zeg maar, van tevoren al tegen jezelf gezegd hebben van, goed, elk duel vandaag ga ik winnen. En dat gaat niet gebeuren. Maar dan kom je in ieder geval wel in elk duel kom je wel in. En in de eerste helft vond ik dat alles in 1 duurtempo ging en dan zie je dat je heel slordig wordt aan de bal en dan gaan er kopjes naar beneden en dan wordt het nog slomer. En
Ja. En wij, wij hebben ons positief verbaasd over FC Utrecht gisteren tegen FC Groningen. Heb jij dat op een negatieve manier als je kijkt naar hoe de spelers van FC van IJsselmeer volgens omgaan met hetgeen ze nu overkomt? Nou, kijk, dat is zo'n eerste helft wel. Ja, en in de tweede helft dan ben je over de zeik in de rust. En dan meld je dat en zeg je dat op een manier, nou ja, dan ben je ook kwaad. En dan zie je de tweede helft dat het in ieder geval anders is qua instelling. En ik heb ook gezegd, van tevoren ook, op het moment dat je dezelfde instelling hebt als deze ploeg. Hè, want die doet het gewoon met hun kwaliteiten, doen ze prima. En die kiezen voor een speelstijl, dat is ook prima. Maar je moet in ieder geval dezelfde instelling hebben. Ja. En dan kan je waarschijnlijk, uiteindelijk, word je voetballend, ben je iets beter dan een tegenstander. Waar gaat het eindigen? Nou, ik hoop toch bij de eerste zeven. Okay. Heel stiekem. En ben je blij dat je bijgetekend hebt? Ja, tuurlijk. Maar nu mag je de club naar je hand zetten, of de ploeg? Mag je aankopen doen? Ja, we zijn bezig met volgend jaar ook, ja. En dat is wel heel mooi. Alleen, dat is volgend jaar. Maar ik vind het nog voor mezelf een mooiere uitdaging om hier nog wat van te maken. Hè, we kunnen alleen wel over volgend jaar hebben. Ja, en, tuurlijk. Een club als IJsselmeervogels. En toch blijft van mening, ook met deze groep, moet Sander met die jongens in staat zijn om bij die eerste zeven te komen. Want dat is wat bij vogels hoort. Ja. Klopt. Toch? Ja. Wij gaan kijken naar de thermometer. Komt zo misschien nog. Want de tijd dringt. Dit zijn de thermometers van deze week. Voor wat betreft de tweede divisie. GVVV nummer 9, rood. Dan Spakenburg 2, groen. IJsselmeervogels 12e, dus rood moet omhoog. Gaan we kijken naar de zondagthermometer. Jong FC Utrecht staat op een derde plaats, is dus groen. Dan Hercules staat 10e, is rood. En Maghreb 90 is 13e en dus ook rood. En zo houden we er maar 2 over. Zo treurig is het gesteld met ons voetbal tegenwoordig, Sander. Maar dat kan nog veranderen, toch? Zeker. Ja, niet zo doemdenken. Er zijn nog heel veel wedstrijden. Compliment voor John de Wolf met GVVV. Komen eraan. Ja, en ik nog steeds ben ik van mening dat een club als IJsselmeervogels dat ze bij de eerste zeven kunnen komen. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was en dat je een inkijkje hebt gegeven in jouw gedachtegang over voetbal, Sander van der Heijden. Gert, bedankt. Graag gedaan. We gaan PEC Zwolle zien aanstaande zondag. Alles in deze uitzending kunt u nog een keer terugkijken voor wat u wilt. En dat kunt u op de website doen. www.rtvutrecht.nl/sport. Volgende week zijn we er weer. Dan zit er een collega van Sander van der Heijden, Robin Pronk, de huidige trainer van Jong Utrecht, over zijn gang naar de tweede divisie. Voor nu een hele prettige avond en dank voor het kijken.